Dit is Kids op de Kast, het programma waarin Apeldoornse kids 2 minuten zendtijd krijgen om te vertellen wat hun bezighoudt, waar ze zich druk over maken of eigenlijk welk onderwerp dan ook. Voor de eerste aflevering stond de kast aan het Zwitserlab aan de Vleitseweg. Hallo, ik ben Julius. Ik wil graag een konijn. Doei! Ik ben Lore Koopmans, ik hou van spelletjes. Mijn droom is dat ik een keer bij modeontwerpen kan doen. En dat ik gewoon heel veel leuke dingen kan doen. Ik weet het niet meer. Ik ben Pip en ik zit op hockey. Ik ben naar die mevrouw. Hey, zeg maar. Hey, hoe oud ben jij? Oh. Hey, hoe oud ben jij? 2 jaar. Kom, Bente. Kom. Hallo, ik ben Sverre. Ik ben 11 jaar en ik zit op turnen. Ik train nu 4 keer in de week bij 2 clubs. En ik wil heel graag topturner worden. En en ik vind het een hele leuke sport. En het is eigenlijk voor jongens en meisjes. En ik wil mensen aansporen om ook op turnen te gaan, want het is... Ja, het is wel een hele leuke sport. Ja, hij is wel gevaarlijk en moeilijk. Maar het is wel een... Ja, het is wel een sport waar je heel lang mee bezig kunt zijn. En je bent nooit goed genoeg. Dus dat is ook wel leuk. En dat wou ik even zeggen. En ik wil graag dat meer mensen op turnen gaan. Doei! Ik heet Sam. Ik ben 5. Ik vind dit heel leuk. Hallo, ik ben Jurre en ik ben 10 jaar oud. En ik vind het leuk om te doen om skateboarden bij Rolex. Oh ja, en nog dit. Ik kom nog even een keer terug. Rolex moet ook blijven, want het gaat weg en... Ja, dat als het kan weggaan en dat is niet leuk. Dag, dag. Hallo, ik ben Indiana, ik ben 13 jaar oud en ik zit op Kortebos in de 2e klas. Ik hou van knutselen en zingen en muziek luisteren en ik ga vaak knutselen met mijn moeder. Dat was het. Hallo, ik ben Sienna en ik ben 10 jaar. Ik zit op Koningin Indiana school. En ik zit in groep 7. En dat was het wel. Hallo, ik ben Jurre en ik heb vandaag net gevolleybald en dat vind ik superleuk. Tot ziens. Ik ben eigenlijk geen kid meer, maar ik heb toch een oproep voor Apeldoorn. Apeldoorn komt nou met te gekke, vette ideeën om de Zwitserlocatie tot iets moois te maken. Ik hoop op jullie steun. Ik ben Tycho, 6 jaar, zit op zwemmen. Hallo, ik ben de Zwitserbaby van 84 jaar geleden. Ik ben Ellen, ik ben 8 jaar en laatst, toen heb ik zelf een schilderij gemaakt en Adele vond dat toen zo mooi dat ik een eigen...
dat ik toen op een dat ik mijn schilderij op een tentoonstelling heb gehad. Ik ben Wietke. Ik heb net mijn arm in het gips, want ik heb mijn arm gebroken. Ik ben nog wat vergeten, want ik ga vanaf nu met de kleren aanzwemmen. Hallo, ik ben Bo Jersje en ik ga vertellen over djembe. Djembe is geen sport, maar het is een trommel. Een trommel wat wereldwijd is uit Afrika. Afrika is het land, dat zijn meerdere landen. Drie delen, West-Afrika, Zuid-Afrika en Oost-Afrika. De Afrikaanse mensen die spelen heel veel djembe. 'S Ochtends als je wakker wordt om 6 uur spelen ze al. En het eind van de avond, 12 uur, stoppen ze pas. En hier in Nederland is een school djembe. Het heet Midushi. Midushi is een school, een percussieschool. Je kunt er veel djembe oefenen. Drumstijl, didgeridoo en pilates. Dit was de eerste aflevering van Kids op de Kast. Als u het nou een leuk programma vindt en u wil ook dat we bij u langskomen, laat het ons weten.